Wat is dat? Zitten geen cadeautjes in de zak? Hij is er verloren. Hallo. Pakjesavond. Dan gaan we eens beginnen. Oh, kijk eens, het pietje. Hij zegt ook helemaal niks, hè? Kleine pietje. Kleine pietje. Het is het eerste Sinterklaasavondje voor onze precies. Vorig jaar zat er wel al wat in de zak, weet ik nog. Maar die zat in de buik, of niet? Ja, het zat in de buik. Ja, het zat in de buik. In de buik? Ja. Toen al? Ja, ja, is 9 maanden. Ja. En hij is 5 maanden, dus dat kan kloppen. Dat vreugde. Ja. Kom maar, kinderje. Welke gaan we eerst zingen dan? Zo die we uit het hoofd kennen. Nee, ik weet het. Sinterklaas, kom hier. Ik gooi niks meer dan schoen. Ik ken er een. Daar wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt. Zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn? Wees maar gerust, mijn kind. Ik ben de goede Sint. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn? Hé, hey, wat is dat baby Pietje? Dit is ons baby Pietje. Hier, Pietje. Pap is er over bij ons op het kasteel. Komen we de kristallaatjes binnen. Wil graag een wassie zin met een stoere legerprins. Yeah. Mag zelf ook iets verzinnen. Dan zet een volgend nummertje op. Ja. Als de herfst begint, krijg ik alweer zin. Ik hoop dat Deswik snel mijn huis weer vindt. Ik ben niet stout geweest, ik hoop dat Piet dat
en niets vergeet. Zal ik dit jaar wel komen? Krijg ik wel wat in mijn schoen? Wat buiten. Hm? Nee. Nee, op de dames aan, kijken naar de maan. Klaar om langs de huizen te gaan. Ik heb zoveel zin als jij, maak me nu al blij. Dat er zoveel lieve kinderen zijn. Maak je maar geen zorgen, voor iedereen wat in zijn schoen. Vanavond. Zo is de tijd van het jaar. Zie je al wat? Zie je al wat? Nee. Nee, nog niet? Goed, en dan is het bijna tijd. Nee. Nee. Super niks. Ik zul al weken de nachten wachten. Altijd 5 december zijn. Wauw. Mooi. Nou, als ze dit niet hebben gehoord. En papa zet het volgende nummertje op. Oeh. Kijk eens. Gezellig op de trap gaan zitten. Oh, wee, oh. Oh, wee, oh. Ze waren iets te vroeg in Nederland. De stoomboot lag weer aan de kant. Maar de feestdirecteur werd aangebrand. Want hij keek niet zo blij. En s'avonds laat was ik niet zo. Gemak. Ik keek niet goed uit op het dak. Ik gleed zo uit en hoorde alleen nog wat. Toen was de rust voorbij. Wat is er aan de hand? We zijn in Nederland. Waarom gaat alles er mis? Er is paniek op het kasteel. Geloof me, het is echt hele kasteel. De Pieter van de club zoekt het zichzelf. Wat doen de Pieters al? Jij als heel. De Pieter van de club die zocht een meisje. En december kwam snel dichterbij. Hoe kom ik hierbij? Oh, wie helpt mij? Ik moet weer terug naar de club. Wat is er aan de hand? We zijn in Nederland. Waarom gaat alles weer mis? Er is daar niet op het kasteel. Geloof me, het is echt hele kasteel. De Pieter van de club. Dan
welk nummer gaan we doen, papa? Nou, DJ Papa zegt, mijn allerbeste vriend, met u samen buiten? Nee, ik zie nog niks, kinderen. Pepernoten. En je bent altijd laat op. Op het dak mag je lopen. Ja, ik ben ook een superjob. Ja, zag je dat het lopen? Volgens mij zit Luxie op het dak. Kijk, Luxie zit op het dak van het papa. Yeah. Welke gaan we als laatste zingen? Het vergeten pietje. Het pietje? Nou, papa de DJ, nog eentje dan. Heel goed. Hey, wel op jullie allerhardst, want anders horen ze het niet. Allerhardst! En mooist. Hier en mooist. Het laatste liedje, niemand minder dan Luan, Lucilla, Luxie en Luxie spelling gaan met het vergeten pietje. Woehoe! Ga jij even kijken? Kijk maar achteraf wat is, Luxie. Oh, wat een pech. Het kleine Pietje weg. Waar zal die naast nog zijn? Oh, ik voel zo niet fijn. Heb jij misschien? Nee, zie niks. Moet je goed zingen? De jongste mag mee naar Nederland. Wel een beetje spannend, maar bij de hand. Zie hem op de kamer staan. Het gaat is toevertrouwd. Op ieder slot is maar gaaf. Het liefst is een beginnenstart. Maar de start is zich niet aan. Dus begint voor hem de reis. En een speechje is heel wijs. Van zijn pony, die kan heel hard worden. Is hij sneller
auto niet fijn? Heb jij misschien de gouden sleutel ook gezien? Want wie hem vindt is een held. En de zinkels weet dat hij is blij. En als een stoel zie je al wat? Nee? Oeh, hard zingen, hè? Daar komt ie. Altijd zij aan zij. Maar het is nog niet voorbij, want daar staat op deze boerderij. Alle dieren kijken blijkbaar. Hij is een beetje bang. Ik zie je op eindelijk daar. Ik stiek en ik heb het voor elkaar. Snel naar het kasteel te maken. Pietje weg, waar kan je naam toch zijn? Oh, niet van zo niet fijn. Heb jij misschien de gouden sleutel ook gezien? Want wie hem vindt is een held. Dat vindt Sinterklaas, vertelt hij is blij. En als het zorgen zijn voorbij, al mijn cadeaus voor jou en mij. De juf van Sinterklaas zal altijd zijn aan zij. Oeh, wat een pijn. Met iedere keer zie je ook een les te leren. Want wie je vindt is een held. Ze zorgen zijn voorbij. Cadeaus voor jou en mij. Oh, wat een pech. Wat is dat? Nee, Woeska. Hoorde je Woeska? Waar kwam dat vandaan? Dat komt niet daar vandaan. Ja, waar zit dat? Hij komt er niet vandaan, meiden. Nee. Nee. Niks, hè? Staat er wat? Komt hij dan daar? Hier. Waar komt het vandaan, Luan? Daar. Waar komt het vandaan? Kom eens kijken, horen jullie dat? Ja, ik hoorde wel wat. Ja. Waar papa, komt het vandaan? Hoorde de papa, waar komt het vandaan? Hè? Huh? Ja, kijk. Wat? Kijk hoor, je poort. Wat zien we daar? Ja, je ziet zo'n zetten. Maar, wat is dat? Kijk eens! Er zitten geen cadeautjes in de zak. Eén cadeautje, maar... Oh, kijk! Een cadeautje? En een dobbelsteen. Maar dat is super bijna. Kijk, een dobbelsteen en hier staat... Lees mij. Lees mij. En hij is gescheurd. Hé, hey, Luan, Lucilla, Luxie en Lucius. Ook dit jaar heeft Sint weer pakjes voor jullie in de zak gedaan. Niks. Nee. Ik, Pietje Fernando, mocht dit jaar jullie de pakjes brengen. Dat vond ik superleuk. Alleen toen ik door jullie tuin liep, zag ik allemaal leuke speeltoestellen. Dus ik ging van de bomen, vanaf de glijbaan, en de schommel en ook nog de tennisbaan zelfs. Tennisbaan? De tennisbaan? Sorry, ik denk dat jullie cadeautjes door het spelen uit de zak zijn gevallen. Misschien kunnen jullie ze weer zoeken, want ik moet verder de daken op. Fijne pakjesavond. Oh. Hij is er verloren. Oh, dan moeten we wel even onze schoenen aan. En een jas. En een jas aan. Luxie, heb je dat gezien? Heeft Fernando ze in de tuin verloren? Waar is dan een doffersteen? Ja, dat weet ik niet. Daar kunnen we misschien een spelletje mee doen of zo, denk ik. De tuin is wel heel erg donker. Kom, dan gaan we even de laarzen aandoen en de schoenen aandoen. Misschien moet je dobbelen en dan zet je schommel en dan moet je daar misschien iets zoeken. Kom, we gaan eerst naar buiten. Gaan we dit... Och, kijk eens kinderen. Er zitten weer heel veel pepernoten in de zak. Kijk dan. Ja, dan nemen we die inderdaad mee. We hebben een lampje. Jouw mobiel? Ja. Och, kijk dan kinderen. Moeten we even de schoenen gaan aandoen. Waarom moeten we naar deze dobbelsteen doen? Dat is een dobbelsteen. Ruil van plaats met iemand
anders. Oh, dit is een spelletje. Als we straks alle cadeautjes hebben, kunnen we hiermee een spelletje doen wie het eerste cadeautje mag uitpakken. Gaan we eerst even snel de schoenen aan doen. Kijk, Pipja. Niet doen, Pip. Pipja. Oh, kom jongens. Even alles in die zak doen. Oh, er zitten ook chocolademunten bij. Chocolademunten? Kijk, oeh, lekker, lekker. Doen we dit even snel? Ja, dan gaan we de schoenen aandoen, de laarzen. Ik zie Pip daar liggen. Zit gewoon te kwispelen. Die denkt, oh, dat is lekker. Nee. Zie je dat, Luxie? Hé, hadden we opeens helemaal geen cadeautjes in de zak? Nee, die zijn nog gekken. Ja, liggen die nog in de tuin? Was die we gaan spelen in jouw huisje? Ja, maar zag die dan ook onze poppen? Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Kom, we gaan snel de laarzen aan doen. Kom. Zo, kijk, Lou heeft de laarzen al gepakt. Snel de laarzen aan. Ik heb helemaal niet. En wat doe je dit? Nee, zitten er geen cadeautjes. Oh. Ja, neem maar een zaklamp mee, want het is wel donker in de tuin. Ik heb zaklamp. Ja, Luxie heeft ook een zaklamp. Luxie, een jas. En een jas aan. Heeft Fernando gewoon in onze tuin zitten spelen, jongens? Ja. Ja, we hebben natuurlijk ook wel een hele gezellige tuin. Ja, nou, dat kan wel kloppen. Dat is nog een kind eigenlijk. Hè? Ja. Dat was de eerste keer dat hij mee mocht naar Nederland. Maar ik is hij jou en daar buiten. Ja. Ik zie mijn mama. Ja. Ja. Ik hoorde, en toen we gingen zingen, toen hoorde ik, we zijn onze schoentjes vergeten. Oh, ja. Het schoen zetten hoeft niet bij pakjesavond, hè? Nee. Er komt er een hele zak, alleen nou zitten er geen cadeautjes in. Nou, dan gaan mama ook even de schoenen aandoen en dan gaan we op naar buiten. Ons kleine Pietje, die gaat ook lekker mee naar buiten, jongen. Nou, gaan we eens even kijken. Oh, het is echt wel donker, jongens. Zo, nou, we moeten goed zoeken, zie je dat? Het is heel donker. Nou, kom kinderen, ga zoeken. Bij jullie speeltuin. Of ze daar ergens zijn cadeautjes heeft neergelegd. Fernando toch? Ja, het is wel zijn eerste keer, hè, dus ja. Oh, nee, kom maar, mama is bij je, liefie. Kijk, nou, we zijn bij de tuin aangekomen. Ja, de tenniswaarlampen die zijn niet aangesloten. Nog niet aangesloten, nee. Daar hebben we in ieder geval wel licht van ons huis. Wel waar. En dan gaan we eens even kijken. Goed zoeken. Goed zoeken. Oh, Lucilla heeft iets... Oh, goed zoeken, Luxie, kom. Goed zoeken. Kijk daar, boven. Waar? Kijk daar. Huh? Kijk dan. Och, Luxie, heb jij dat cadeau? Het is heel zwaar. Och, is dit ook een cadeau? Hier, ook een cadeau. En wat nog meer? Och, jongens, toch. Oh, en hier. Oké. En dan ook met een tennisbaan. Ik zie jullie ook bijna niet meer. Goed zo. Ja, wat ligt hier nog meer? Wat ligt hier nog meer? Kijk. Och, daar in de boom. Wat heeft hij hier nou weer gedaan? Heeft hij in de boom geklommen? Ga naar het huisje kijken, Luxie. Oh, en daar eentje. Hij was geen in de boomhut. Het boomhut, ja, want daar was hij ook geweest. Oh, daar, Luxie. Nee, oh, daar. Kijk, daar nog Luxie een. Op. Daar staat eel. Oh. Kijk, eel. Wat? Oh, hier staat modder. Ja. Kom maar. Ja, kom maar. Ja, geef maar een mama. Nee, daar staat Lucius. Verzamelen we even alles. Oh, daar staat Lucius op. Papa verzamelt het even allemaal in de zak. Ja, kom maar hoor. Doe maar in de zak, papa. Ja, ga maar in het huisje kijken. Wat zit er in het huisje? Kijk, hier zit een cadeautje. Och, weer een cadeau gevonden. Zo. Heeft hij dus ook hier gespeeld? Oh, hou vast, Luxie. Hebben we nou alles? Hebben we alles? Ik zie jullie bijna niet. Ik zie hem niet. Ja, zeker. Kunnen jullie ons zien? Kijk eens. Kijk eens, Luxie, boven je. Kijk eens boven je. Wat is daar? Wat is dat? Is het een cadeau? Een doosje. Oh, ik kan er net niet bij. Moet ik hem voor jou pakken? Oh, kijk eens, Luxie. Oh, een cadeau. Hoe doet hij dat nou weer in de boom? Kijk eens. Oh, maar je moet die ding in je boomkind. De bieten kunnen heel goed klimmen, dus dat kan wel kloppen. En bieten met die jatser. Ja, met de ladder, ja. Maar volgens mij kunnen ze ook heel goed springen. Mama, hier staat Johan op. Ja. Kom, gaan we die in de zak doen. Dan hebben we in ieder geval alle cadeautjes weer verzameld. Nou, het was een hele zoektocht. Ik hoop dat we alles hebben. Anders zien we het morgenochtend wel. Maar, Pietje Fernando, als je het ziet. Fijn dat je in onze tuin hebt gespeeld. Pas precies. Maar we hebben volgens mij alle cadeautjes gevonden. Luxie, wil jij deze spullen? Papa, deze
We moeten het allemaal naar binnen halen. Ja, Luxie is er. Och, nou, alle zakken mee. Hou het vast. Ik heb het hier vast. Oh, die doet mama wel. Kom maar. Die. Mama, nou, deze krijgt dan ook allemaal cadeautjes in. Och, jongens. Het zijn er alweer veel, hoor. Het past precies. Zijn die voor papa en voor mama, jongens? Drie zakken. Ja? Nou, nee, vier. Kijk. 1, 2, 3, 4. Nou, gaan we snel naar binnen toe. Gaan we eens even kijken wat er allemaal in de zak zit. Het is wel weer leuk zo, hè? Een keertje op zoek naar de cadeautjes. Nou, we gaan even de zakken naar binnen slepen. Want het zijn de zware zakken. Ja, hele zware. Dan gaan we zitten bij de speelkamer, hè? Ja. Ja, want jullie hebben het al wel gezien in onze vlog. Want daar zit onze kerstboom. Dus vandaar dat we even lekker hier gaan zitten in. Die is nog niet versierd. De speelkamer. Nee, dit is voor Sinterklaas. We hebben even alle cadeautjes hier neergezet. En hier zitten ze. Zouden we bij Lucius beginnen? Vind ik een goed idee. Kijk, hier zit ook een Lucius. Staat daar Lucius op? Nou, geef die maar aan Lucius. Ja, hier Lucius. Wat is dat? Wat zit daarin? Een leuk eentje. Oh, oh jongens. Dat is grappig. Dat, oh, is een, dat is een eentje op wielen. Rollen. Kijk, dit is een eentje. Zie je dat? Oh. Om te rollen. Die is mooi. Kan Lucilla nog een voor Lucius pakken? Want haar Lucius is heel moe. Dan doen we eerst Lucius. Want die houdt het niet helemaal lang meer vol, denk ik. Hier zijn Lucius. Lucius? Nou, Lucius. Pak die maar weer uit. Ja. Lucius heeft goed gezet. Oh, nee. Oh, wat is dat? Daar kan je mee bouwen. Nee. Hij vindt het wel leuk om te zien. Wat mooi, hè, jongen? Ja. Oh, schrik. En dan moet je dat dingetje van dat spiegeltje erin staan. Ja, kijk, ja. Ja, papa de bouwer, hè, jongens. Ik moet je dat spiegeltje even afhalen. Dat is mooi. Ik zit al leertje over te moeten. Hij vindt het wel mooi. Bodien. Hij vindt het heel interessant. Ja, Bodien. Bodien, mooi. Die moet. Ja, dat kan hij straks allemaal gaan leren. Ja, die moet. Nou, hij vindt dit nog volgens mij nog veel interessanter hier. Kijk, oh, dan moet de batterij op. Kijk, in deze. Kijk, zo draaien. Oh ja. Nou, ik denk. Volgens mij vinden jullie dit helemaal leuk. Ja. Nou, dat was het dan. Ja, oh. Nog nou, zoek nog of er nog wat voor Lucius zit. Ja, nog hè? Nou. Ja, wat heeft Lucius? Kijk, jongens, wat veel cadeautjes, jongen. Ga maar uitpakken. Wat zou erin zitten? Ja. Oeh, wat is dat? Een knuffel. Oh. Een schapen. Lama. Een lama, een alpaca. Zo. En dan hier de pootjes. Kijk hoor. Twee pootjes. Eén pootje. En dat is een tweede pootje. Oh, die is mooi. En er staat op Try Me. Kijk. Ja, hij wordt moe. Hij wordt moe. Maar geef broertje maar een kusje. Geef hem maar een papa, Luan. Geef hem een kusje, ja. Doe maar, slaap lekker. Kleine Pietje. Als we nog cadeautjes voor Lucy open. Dan bewaren we hem nog. Ja. Dan bewaren we hem nog. Nou. En nu Luxie cadeautjes, toch? Ja. Nu een Luxie cadeautje. Luxie cadeautje moest Luxie een cadeautje gevonden? Luxie cadeautje. Nou, wat zou dat zijn? Oh, dat is leuk. Ik ga even de schaar erbij pakken. Ja, ja, kijk eens hier. Oh, kun je in de gang lekker rolschaatsen? Hier, hier, achterover zo staan. Ja. Oh, wauw. Zullen we leuk even testen? Ja. Ja, als we kijken of die past. Dat is een testpiet. Ja, nou, je bent toch een testpiet, zit erin. Ja. Dat zit erin. Ja, je kunt hem verstellen, denk ik. Kijk, ja. Ik zit erin. En daarom zit er een dingetje erin bij. Dit is de... Ja, eigenlijk is het een soort skiller, maar ook weer in een rolschaats, zie je dat? Ja. Een skiller is met één zo'n ding, maar het lijkt wel heel erg op een skiller, maar dan als een soort rolschaats. Super grappig. Ja. Nou, hou jullie wel naar de zomer vast. Ga maar staan. Dat is
glad, hè? Ja. Dat is glad. Kom even hierheen. Dit moet je wel een beetje gaan oefenen, liefie. Ja. Laat er eens zo gewoon stilstaan. Ga stil. Ik zeg, ga eens gewoon stilstaan. Ga stilstaan. Ja. En ga dan eens met je voeten heen en weer. Zo. Nee, met een hand. Dan heb je de hand vast. Zo, je houdt de hand vast. Goed. Zo. Goed. Ja. Heel goed, liefie. Zo kan je rolschaatsen. Zo leer je rolschaatsen. Ik doe het niet uit. Ja, dan gaan we naar het volgende cadeautje. Nou, dat wordt nog een beetje oefenen, Luxie. Mama, nu ga ik het, ja, toch? Ja. Waar staat de naam Lucilla? Hier. Die? Deze. Oh. Nou, pak maar uit. Het is ook een heel groot cadeau. Ik neem jou. Ja. Oh, Lucilla. Wat is dat? Die had je toch gevraagd? Wat is dat? Die had ik gevraagd. Echt waar? Ja. Wat is het dan? Oh, een rainbow pop. Een rainbow pop? Wow. Ja, die kan je versieren met al de regenboogkleuren. Mooi, liefie. Wow. Nou, maar kopen. Ik heb zo'n feestje. Oh. Had je die ook gezien op televisie? Ja, weet je wel, is dit. Ja. Oh. En dan had ik een verlanglijst, maar die heb ik niet in mijn soortje gedaan. Oh, ja, Sint weet alles natuurlijk. Dit moet je in je haar doen. Ah. Ondertussen hebben we het uitgepakt en dit zat er allemaal bij. Dat zijn de kleurtjes. En dit is de pop zelf. Pop. Wauw. Met hele lange haren. Kijk, en je kunt hem dus. De haren kun je dus zelf gaan kleuren. Ja, bijvoorbeeld met deze. Het kan zo mooi blauw maken. Met paars. En ja. Ook nog zo'n leuke knipjes. En haar dan. Maar mama. Mama. Mooi. En ook dit. Dan kan je hem in standaard zetten. Dan staat hij rechtop, denk ik. Nou, ben je er blij mee? En die oorbellen. Super blij. En het outfit en de kleuren. Leuk, hè? Oh, nog meer. Ja, nou is Luan aan de beurt. Ja, nou, Luan. Je mag hem vasthouden. Luan staat erop. Nou, jongen, maak hem open. Ja, ik kan ook, ja. Wat zou het zijn? Voor de Nintendo Switch of de computer. Planet Club. Oh, Planet Coaster. Maar, man. Ja, ja. Hij is voor op de PlayStation. Oh, echt? Ja. Oh. Dan gaan we Fernando even een briefje schrijven dat hij hem even moet omruilen. Voor de Nintendo. PlayStation 4. Oh, echt? Ja. Hey, maar hij doet het ook voor de eerste keer. Ja. Dus ja, dan kun je soms een foutje maken. Eigenlijk is het een spel en daar kun je echt ontelbare pretparken van maken. En dan kun je daar een achtbaan maken of plaatsen online. Mm. En dan kun je allemaal pretparken maken met ook echte mascottes. Kun je een eigen Bellingham pretpark maken? Ja. Nou, dat is leuk, jongen. Ja. Maar die ruilen we dan nog wel eventjes om, hè? Dat komt wel goed. Ik wil bijna in mijn rolschaats. Ben je nog blij met je rolschaats? Ja. Ach, schrik. Zoek er maar weer in uit, Luxie. Lucius, volgens mij hier. Ja, dit is een gedeelte, een cadeautje en dat is Luxie. Luxie, nou Luxie, alsjeblieft. Ik moet hier uitpakken. Ben benieuwd. Hier. Oh, nee. Oh, wat ben jij? Wat is het? De roze. Oh, wauw. Luxie heeft ook dat het zo leren. Wauw, is het mooi. Maar deze is een hele roze. Een hele roze. Oh, zo. Ik zie jij kunnen. Nee, dat kan niet. Maar wacht wel soms bij mij, hoor. Zullen we hem eens even uit de verpakking halen? Ja. Ja? Oh, nee, je kunt hem omkleden. Dit zijn allemaal soorten setjes. Oh, dus een kleedpop. Ja. Dat vind ik zo leuk. Moet je jou uitpakken? Ja, die gaan we even uitpakken. Ja, deze even op de trap. En de schoentjes. Kijk eens, Luxie. Och, leuk dan. Mijn pop. Oeh, hij is echt super mooi. Oké. Ruikt hij lekker? Ruikt hij naar roze? Oeh. Kijk, dan heb je de kleertjes. Dan kun je dus van kleertjes wisselen. Kleertjes. En schoentjes wisselen. En dit zijn hangertjes. Mama, de sokken kan je zelf ook uitdoen. Leuk. De sokken kan je ook zelf uitdoen. We kunnen het vriendinnen worden. Ja, we kunnen het samen vriendinnen maken. Leuk hoor. Ik zie hoe je zet die prijpen
pijpkleuren, net als mij. Pijpkleuren. Ja, pijpbrillen. Mooi. Kleur. Mooie kleur. Popjes. Je hebt mooie popjes gekregen. Kijk, ik zie ook een borstel. Een borsteltje erbij. Leuk, en de kleerhangertjes hier erbij. Ja. En nog even pas in deze schoentjes. Zo, deze schoentjes. Ja, Luan heeft de schoentjes eruit gehaald. Oh, maar hier nog een stikjes. Oh. Lucilla. Ja. Lucilla, oké. Scheuren maar. Oh, wat dan? Luxie doet het mee. Wat is dit? Weet ik niet. Moet je maar even openmaken. Misschien zijn dit ook rolschaatsen. Wat zou dat zijn? Had je die niet dan? Nee, die passen mij niet meer. Oh, weet je dat nog? Nee, die zijn jou veel te klein. Aan mij, ja. Dat passen zelfs Luxie niet meer. Nee. Ja, dit zijn rock. Nee, en dit zijn skillers. Skillers, wauw. Skillers. Mooi. Super graag. Nou, gaan we die ook even passen. Zie je de Luxie? Deze zijn met wieltjes achter elkaar. Ja, en dat wou ik heel graag. En ik mocht ook van Luan's en soms aan, maar toen waren die te groot. En nu wil ik eigenlijk mijn eigen. Ja, en jij hebt die, dat is wel grappig, want dan heb jij die. Deze, met deze wielen. Daar kan jij mee oefenen. En Lucilla, deze. Nu hebben alles hetzelfde, want Luxie heeft mijn pop. En skillers. En ik heb mijn pop en ik wil ook skillers. Oh, dat is goed bedacht. Nou, ga passen dan. Ga passen. Luan die gaat even een Piet naspelen. Doe maar niet vanaf boven naar beneden. Oeh, ja, nou, dat is leuk. Voelde dat we ook een lange gang hebben. Ja. De lange gang kan je ook heel lekker doorheen skiën. Dit is precies mijn maat. Dat doet Luan ook Ja, meteen is het hier. Ja. Meteen is het er bij dat bandje. Dan weet ik wat jullie morgen gaan doen. Het weekend. Ja, voor 2 dagen kan ik hiermee spelen. Wow. Zo. En de pof. En de pop natuurlijk. Oh, met de pop. Kijk, die kan ik met de pop lekker rolschen. En schuren. Skieren. Dit zijn skiers. Oké. Okay. Mag ik proberen? Ja. Hoe? Laat het los. Kijk, Lucilla kan het al hartstikke goed. Wow. Ja, gaan we naar de gang? Kijk, hier hebben we de grote gang. Oh, Sil, dat gaat goed. Oh, dat gaat heel goed. Kijk. Ze kraken nog wel een beetje. Leuk, Sil. Ja. Heel leuk. Niet allemaal als ja. Ja. Nou, daar gaat ze. Ja, het kleine Pietje Luusje is die slaap lekker. Slaap lekker, jongen. Luusje is dus lekker in slaap gewandeld. Die was helemaal moe van de vele indrukjes. En natuurlijk eens even kijken. Volgens mij zijn ze heel erg verwend. Nou, meisjes. Kijk eens. Goed zo. Hoor je dat? Hoe glad ze zijn. Ik heb een pik van donker. Oefening, komt vast allemaal goed, hè? Weet je hoe dat komt, Luxie? Ja. Lucilla heeft al een paar keer geschaatst. Ja, goed oefenen. Dan kan je net als Lucilla. Kijk, daar gaan. Mooi, zo. Is het met rolschaatsen. Leuk jullie outfits. Ja. Heel mooi. Zo zeg, helemaal tot het eind. Kijk eens, mooi hoor. Keurig. Zo, gaat ze spelen. Kijk, goed zo. Goed zo. Wauw. Wat een mooie cadeaus. Ik vind het echt super leuk. Super leuk. Dus je moet wel in. Hey, maar het is nu dus allemaal klaar. Jullie zijn helemaal klaar. Nee, en kijk papa, dit is ook weer belangrijk. Dus dan hebben jullie ook gekregen. Ja, en mijne kan je al met de kleurtjes versieren. Oké, wie was er nou in de buurt? Luan. Zoek een cadeau uit, jongen. Die? Oké, Lux, ga erbij zitten. Ja, dat is Luan. Wat zou het zijn? Oh, wauw. Wat is het? Wat is dat? Dat kan ik gebruiken als nachtlampje. Een glitterlamp. Dat is zo'n ding. Oh, even wachten. Het is drinkbaar. Wauw. Wow. Wow. Een batterij in of zo. Kijk, papa heeft even een batterij in gedaan. Dat is een gave nachtlamp. Oh, jij heeft... Oeh, vet. Oh, wauw. Kijk dan.
Mooi. Kan ik gebruiken als luchtlampje? Ja, inderdaad. Gewoon met een batterij, joh. Ja, och, kijk dan. Die is mooi. Oh. Leuk. Oh, die glinstertjes. Ja, je ziet ook al echt allerlei glinstertjes op het plafond, zie je dat? Ja, ik zie niks meer. Nee. Nou, toppie. Nou, volgende cadeautje is weer voor... Luxie. Luxie. Maak maar open. Ja, ik moet mee helpen. Ja, ik moet mee helpen. Oh, nee! Oh. Wat is dit? Ja. Oh, ik zie het al. Dit is een soort van fruitknikkerbaan. Wat leuk. Zullen jullie eens even uit de doos halen? Besturen? Ja. Oh, kijk dan, wat leuk. Oh. Stickers. Stickers kun je erop plakken. Draai je dus hier aan. Dan gaat het eerste balletje rollen. En dan moet je hem hiermee bedienen. En dan die. Mee bedienen. En dan. Zo. En dan? Nee, het balletje moet je laten liggen. Dan moet je hier met deze knopjes moet je hem bedienen. Kijk. Zo. Dan. En dan moet die zo. Ja. En dan moest die. Kan je even pakken? En dan moest die daar. En dan moet die ook vingen. En dan die. En dan, is hij weer terug. En dan gaat die. Daarheen. Moet je dit die? Je, nee, die moet. Ja, die knopjes. Nee, deze denk ik. Nee, die. Oh. Ja, en nou? Zo. Niet met je handjes. Zo. Niet met je handjes. Moet je die alleen met de knopjes. Goed en zo. En dan die zo. Goed zo. Zo. En dan moet je op die. Nee, die. Nee. De knop. Ja. Goed zo. En dan moet je nog een keer op die. En dan moet je op die. En. En dan is hij er weer terug. Ja, dan moet je. Dan moet je weer een bakje. Oh. Bakje naar beneden. Ja, ja. En dan rolt je ook een volgende balletje weer. Met dat paneeltje kan je alle balletjes zelf bedienen. Ja. Dus Lucie is weer wakker. Ja, kijk, is nu de wakker weer. Lucie, ga even kijken. Ik heb een keer. Ja. En mijn laatste cadeautjes. Nog een keer dit. Gaat de volgende weer. Dat is wel een grappig spelletje, Lucie. Ja, mooi spel. Is er nog een cadeautje bij voor Lucius? Ja. Die is nu toch wakker. Even kijken. Lucius. Ah, ja. Even kijken. Kijken voor Lucius. Ja. Kom voor Lucius. Dat is een cadeautje voor Lucius. Schuur maar open, jongen. Wat is dat? Hij denkt alleen maar, hé, waar gaat het papiertje natuurlijk? Mama, ik zag die in mijn winkel. Oh ja, zag je die een keer? Die kan op de tafel met een zeugnap. Oh. En hij heeft een hoofdje en hij heeft 45 melodietjes. Kijk dan, het is een, een leeuwtje. Een leeuwtje. Die is mooi. Zullen we die even uit de verpakking halen? Daar is dan het leeuwtje. We hebben hem even uit de verpakking gehaald. Kijk eens, lusjes. Vind je die mooi? Leeuwtje. Oh, daar is hij blij mee. Volgens mij vindt hij wel leuk. Kusje leeuwtje. Ah. Hier staat Luan. Oh. Wat zou dat zijn? Is dit? Wat is dat? Think new, drink now, new. Oh. Weet je nog dat kijkers tegen jou zeiden van... Oh, als je niet van water drinken houdt en veel te veel zoet drinkt... dan is zo'n fles wel iets voor jou. Volgens mij heeft Luisterpiet dat gehoord. Hm? Dit is namelijk een waterfles met water met een smaakje. Ruiken? Oeh, waar ruikt dat naar? Deze ruikt lekker. Deze ruikt naar limoen. Ja. En even kijken, deze orange pale steam. Orange. Sinaasappel. Sinaasappel passievrucht. Oeh. Het is dus dat je drinkt water, maar je ruikt een geur, waardoor je hersenen denken dat het een smaakje heeft. Dus het water, dat is het hele grappige, het water heeft dus geen smaakje. Maar doordat je de geur ruikt, denken je hersenen dat het een smaakje heeft. Mm. Dat is wel heel slim bedacht, als het echt zo werkt. Ik ben benieuwd. Dan moet je dus het rondje eraf halen. Moet ik dit eraf halen? Ja. Voel ik het verkeerd toe? En dan die moet je hier opleggen. Je ruikt het geurtje al, hè? Heerlijk. Grappig goed. Ik ben benieuwd. Moet je eerst eens even zo proeven. Proef nou eerst eens even het water. Dit is gewoon water.
Wat proef je? Gewoon water met geen smaakje. Water met geen smaakje. Oké, okay, dan gaan we nu dat ding erop doen. Kijk. Ja, toch? Dan hebben we zo het rondje erop. En nu nog een keer drinken. Ik ruik limoen, maar ik proef water. Het werkt wel. Maar heb je het gevoel dat je een smaak proeft? Met drinken niet, maar met mijn geur. Nog meer. Ik merk dat ik een heel erg limoensmaakje proef. Maar ik snap de uitvinding. Ik snap het wel. Ja? Dus dat heb ik dan. Maar kan je het werken de of niet? Water is gewoon hetzelfde. Alleen er zit zo'n geurtje bij het rietje. Zodat, en dan zit je neus al super dichtbij bij het geurtje. Ja. Maar, ja, dus je ruikt met je neus, ruik je die geur, zodat je bent afgeleid. En dat je niet die lege smaak proeft van dat water. Ja, en wie was er nu in de beurt? Ikke. Lucilla, zoek maar weer een cadeautje uit. En scheur hem maar. Nog een beetje, Hawaii. Wat is dat dan? Oh, Rainbow High Car. Car? Car. Rainbow High Car. Car. Zullen we het even openmaken? Car. Car. Oké, dan kunnen jullie samen de poppen inzetten. Ja. Kunnen ze samen rijden? Ja. In de auto. Ik pak even... Dat is leuk, Luxie. Eén is hier, één is mij. Ja. Ja. In de auto, we kunnen lekker rijden. Kunnen jullie samen rijden? Samen toeren? Ja. Zo is het. Oh. Hij is super groot. Hij is groter dan op de reclame. Ja. En ik kan twee poppen in. Dan pak je die poppen dan. Oké. Pak je pop, Luxie. Nee, pop. Hier. Pop. Hier is mijn pop. Ja. Dan moet er... Dit is mijn pop. Mama, ik kan zelf rijden, want er is een aanknopje. En zelfs gordels. Klaar. Zul mij naar rijden? Nee, mij kijk dan. Oké, okay, jou gaat rijden. Maar er moeten nog wel batterijen in, meisje. Maar we hebben toch een nieuwe kar? Ja. Die doen we toch samen? Ja. Ga jij rijden? Ja. Nee, jij moet rijden. Ik moet rijden? Oké. Okay. Nou, Luan doet even batterijen in jullie auto. Oké. Okay. Kijk dan, hij geeft ook allemaal kleuren. Nee, ik... Oh. Wat cool, joh. Dat lijkt mij ook wel een mooie speelauto. Hij geeft ook iedere keer... Oh, kijk dan, de disco. Dit was de laatste, de disco. De disco? Even kijken hoor. En je hebt ook groen en blauw. Een blauw. En roze. En nu komt de disco. Ja, de disco. Oh ja. Oh. Nou, daar komt hij aan. Mooi. Is dit een Ferrari? Geen idee. Ik heb er niet zoveel verstand van. Even kijken. Het is een rainbow. Oh, rainbow auto staat erop. Ja, rainbow auto. Ja. Doe maar. Mooi. Doe maar. En dan zijn we nu bij het laatste cadeautje beland, jongens. Ja. Nou, pak maar uit. Wat zijn mama, dat? Dit is voor mijn skier. De kniebeschermers, natuurlijk. Yes. En wat heeft Luxie ook? De kniebeschermers? Ja. Duan heeft een robotje. Ik ga meteen even, even testen. Meisjes hebben de kniebeschermers. En Luan, die heeft... Dan moet ik op zijn... Een... Kijk. Een klein Robby. Hallo. Oh. Hij praat je na. Dit is de trap die Lucius heeft gekregen. Lucius. Dit is van Luxie. Dit is van Lucilla. En van Luan. Nou jongens, dat zijn weer een mooie cadeautjes. Ja. Ja. Leuk er nog, hè? Oh ja, tuurlijk. En de Barbie-auto. Oh, ja. Het zijn geen Barbies, maar... En die grote auto. Ja, nou jongens. Wat vonden jullie ervan? Ik vond dit een super leuk verslaagd avondje. Ja. Verslaagd avondje. Ja, ik kan niet slapen. Kan niet slapen. Nou jongens, dit was onze pakjesavond. Hopelijk hebben jullie ook een hele fijne pakjesavond. En Sinterklaas en Pieter, bedankt voor de mooie cadeautjes. Ja. En een hele goede terugreis straks naar Spanje. En graag weer tot volgend jaar. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doeg. Is lekker met ons mee.
Stel hard slag, geef de tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf niet staan.